Ja, dank u, voorzitter. Collega's, een vrij eenvoudige vraag, een vrij korte vraag ook. Wij hebben een ongunstig brandpreventieverslag gekregen van de brandweer als het gaat over het Europacentrum. En ja, het besluit is dus ongunstig, maar er is sprake van deuren van trappenhuizen die zodanig verwaarloosd zijn dat ze zelfs niet meer kunnen openen. De inrichting die niet beantwoordt aan de brandveiligheidseisen. De nooddrukkers voor de nooddeuren die uitgeven op het dak, dus de drukknop waarmee je die nooddeuren kan openen, die eigenlijk niet meer werken. Zodanig dat mensen in geval van nood alle tijden eigenlijk niet meer toegang hebben tot het dak. Geen signalisatie ook van de nooddeuren, geen noodverlichting aanwezig en dergelijke meer. Dus het verslag is gekend door iedereen. Dus mijn vraag is eigenlijk zeer eenvoudig. Het Europacentrum is het grootste gebouw van Oostende, heeft heel veel inwoners. Dus als er daar iets gebeurt in een gebouw dat eigenlijk brandonveilig is, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Bovendien, dus ik denk dat dat een eerste reden is om als stadsbestuur te zeggen van ja, we moeten waakzaam zijn en we moeten daar iets aan doen. Omwille van het welzijn van onze inwoners. Maar twee, de stad Oostende is zelf ook eigenaar van een aantal delen van het Europacentrum. Het gaat om een aantal kelders, het gaat om jeugdlokalen, de Vijfzaal ook, de Odyssee van de Vijfzaal, de Élysée. En dus ja, mijn vragen die ik had ingediend zijn evident. Met name welke stappen zal u zetten om dat te verhelpen? De dingen die worden aangegeven in dat ongunstig brandpreventieverslag. Welke werken of aanpassingen moeten worden uitgevoerd en binnen welke timing? En ten derde, binnen welk tijdsbestek moet dit achter de rug zijn? En kan u ook bevestigen, ik geloof wel dat dat vanzelfsprekend is, maar toch, kan u ook bevestigen dat u aan de brandweer uiteraard dat zal melden, zodanig dat ze opnieuw een verslag kunnen maken dat dan hopelijk gunstig is. Zodanig dat er zwart op wit geen enkele discussie dan meer is na de werken die moeten gebeuren. Ja, dank u wel, burgemeester. Zeer goed, denk ik. U bent ermee bezig. De brandweer is er ook mee bezig. Er zijn vergaderingen gepland. Men zal het aanpakken. En er is een nieuwe evaluatie gepland op 25 november. Ik heb u goed begrepen. Dus dat was de bedoeling van mijn interpellatie. Spoed achterzetten en hopelijk krijgen we de volgende keer een gunstig brandpreventieverslag. In tegenstelling tot het huidige ongunstige brandpreventieverslag. Dank u.